Hoi allemaal! We hebben vandaag weer een hele leuke nieuwe video. We gaan namelijk wassen met NAF. En we hebben allemaal leuke spulletjes gekregen om te testen. En dat gaan we jullie vandaag even laten zien. Ja, toch? Ja, zeker. Tot zo! Zoals je ziet heb ik Whitney net afgespoten en gaan we er lekker wassen met de NAF Show Off shampoo. En ik ga er van helemaal in zeepen, gewoon lekker met mijn handen zo en de manen en de staart en de voeten en dan is het daarna lekker schoon. Staart was, dan sta ik altijd naast het paard, want je weet het nooit, het hoeft maar een vlieg te zijn die in de weg zit. En je kan zomaar een hoef tegen je aan hebben. Dus het is altijd veilig om naast het paard te gaan staan, kan je snel weg en dan heb je geen kans op een hoef tegen je aan. Verder begin ik altijd onder de staartwortel met wassen. Waarom? Nou ja, als je de staartwortel meeneemt, kunnen er zeepresten, als je niet goed uitgevoerd, kunnen zeepresten blijven zitten. En dat gaat heel erg jeuken. En ik denk dat iedereen weet hoe vervelend jeuk is. En natuurlijk een kapotte staart is. Dus vandaar dat ik altijd om de staartwortel begin met wassen. Wij spuiten de anticlit eigenlijk altijd op een natte staart en natte manen. Waarom doen we dat? Eigenlijk omdat het dan een soort werking heeft als een conditioner. Dus als het opdroogt kan je het gewoon gelijk uitborstelen en ziet het er mooi uit. En dit doen we met de NAF Shine On. Ik heb hier de NAF Painted Clear. Een echte nagellak voor paarden is dit. Wat je vaak hebt met vet of met olie is dat als je het net opdoet voordat je de proeven ingaat of wat dan ook, wat veel mensen doen, dan plakt natuurlijk het zand eraan. Deze doe je op gewoon voordat je de trailer op gaat. Die doe je er overheen en dat droogt echt op als een soort menselijke nagellak eigenlijk. Wel even een tipje van mij. Niet op natte voeten, want daar wordt het heel raar van. Dan krijg je een soort flonterend effect. Je moet het echt op droge voeten smeren, dat heeft Whitney nu. Dus ik ga het er even op doen en dan kunnen jullie zo het eindresultaat zien. Hier heb ik de NAF Oil It Well. Een hele mooie en echt super glanzende olie voor het neusje en rond de ogen doen wij dat vaak. Krijg je toch net even wat mooiere uitstraling. En in plaats van dat dit grijs is, wordt dat mooi donkerzwart. En dat ziet er gewoon echt super mooi uit. Waarbij vaak mensen babyolie gebruiken, daar zit natuurlijk vaak altijd een beetje parfummetje, een beetje gek geurtje aan. Deze is geurloos, dus dit is voor de paarden gewoon veel fijner. Voelen ze niks van en ruiken ze ook niks van. We hebben hier de Silky Serum van NAF. Dat is eigenlijk gewoon een anti-glit gel. Je doet het gewoon een beetje op je handen en je haalt het zo door de manen en door de staart heen. En even laten inwerken en daarna kun je het heel gemakkelijk uitkammen en glimt het heel erg. Hier hebben we de NAF Brighter Than White. Dit is echt een uitvinding van de eeuw. Dit is zo goed spul. Als je paarden met witte voeten, of wel helemaal met hoge witte benen, want onze paarden hebben nog maar kleine witte voetjes, maar als je hoge witte benen hebt, dan is het helemaal topspul. Je kan het op twee manieren gebruiken. Of je doet het een nacht, kan je hier maar, dit is een poedertje. Ik zal het eerst even een beetje laten zien.
Die kan je dus ook mengen met water totdat het een beetje een soort kleverige pasta wordt. Daar kan je de benen helemaal mee insmeren en dan een nachtje laten zitten. Dan blijft het ook super mooi wit. Of als je op het allerlaatste moment op het allerlaatste moment je paard uit de stal haalt, je ziet nog een poepvlek of je ziet dat ze een beetje geel zijn geworden, de voeten. Pak je gewoon een handdoek, doe je een klein beetje water op, die doop je in het potje en dat wrijf je over de voet uit. Nou, en dan zijn ze gewoon echt spier en spierwit. De Shine-On die is voor staart en manen als anti-klit en glansbeet te gebruiken. Maar ook perfect voor op de vacht. Dus dat ga ik ook nog even doen. En het mooiste is dan als je de helemaal hebt ingespoten om daarna met een zachte borstel of een schapenwollen handschoen nog over de vacht heen te gaan. Dan worden ze super schoon, super glanzend van. Nou, jullie hebben het resultaat gezien, hoe we hebben gewassen en alles wat erbij hoort met NAF. vinden jullie dit nou mooi? En leuk. En leuk. Ja. Mooi en leuk. Doe een duimpje omhoog. Zeker. En wil je op de hoogte blijven, natuurlijk even abonneren. Hieronder kan dat op het belletje bij het kanaal van Norse Shop. Doei. Doei.